Niet alleen Bobbejaanland is een attractie in Lichtaart, we hebben hier ook de hotspot voor de crosswereld, de Floreal. 2,5 kilometer lang, uitgepeld met zwarte pijltjes. Alle technische onderdelen die je in de cross nodig hebt, zijn er te beleven, zoals hier de zandstrook. Door de profs worden hier enkele lusjes gemaakt en het is moeilijker dan het lijkt, het is echt los zand. Ai, 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 ai. Dat wordt nogal wat oefenen ze. Het is heel moeilijk om je daarin recht te houden. Dus ik begrijp wel, als de profs hier komen crossen, dat hun techniek zeker en vast aangescherpt wordt. Ook voor een recreant, een toerist zoals ik, is het heel interessant om de techniek een beetje aan te scherpen. Opgelet, het stukje zand ligt net naast het officiële parcours, dus als je niet oplet, ben je er zo weer voorbij. Er zijn ook trapjes. Kan je ook weer testen hoe je je fiets moet schouderen. Er zijn ook enkele technische afdalingen met wortels. Tja, technisch is misschien wat overdreven, want dit is eigenlijk het meest technische, een dropje van een 15-tal, 20 centimeter. Het zijn meer van die langere afdalingen met wat draai- en keerwerk. Wat je hier niet hebt, zijn van die heel korte nijdige hellingen of heel lange hellingen. En, het is er gewoon, ja. Heel leuk om je op zo'n kort parcours eens te kunnen uitleven. Opgelet, het is geopend vanaf september tot maart. Daarna wordt het verboden voor fietsers, dus je moet je wel haasten om hier nog een toertje te doen. Maar zeker nuttig om in het crossseizoen hier te komen trainen.